We zitten in de 0.71 open beta van Stumbleguys en we gaan vandaag de lang verwachte map Legendary Laser Dash uitproberen. Welkom bij Eilander Fun. We gaan vandaag Legendary Laser Dash uitproberen in de open beta. Maar dat ga ik niet alleen doen, dat doe ik namelijk samen met Kjeld. Hallo! En dit heeft ook een reden, want Legendary Laser Dash met alleen maar bots is niet te doen. Want die bots die gaan ongeveer in 30 tot 20 seconden allemaal af. En wij hebben een doel. Wat is namelijk ons doel, Kjeld? We gaan proberen minimaal 2 minuten te halen. Voordat we dit gaan doen, vergeet ook niet een duimpje omhoog en te abonneren. Let's go! Laser Dash Legendary, daar gaan we. En we spelen met een stuk of 8 bots. Om een beetje beeldvulling te hebben. Maar die bots die zijn eigenlijk na 30 à 40 seconden allemaal uitgeschakeld. En de timer van Laser Dash Legendary staat ingesteld op 6 minuten. Maar dat is zo goed als onmogelijk te halen. Volgens mij staat het huidige record op 5 minuten 40 of zoiets. Ja. En wat is ons doel ook alweer, Kjeld? Minimaal 2 minuten halen. Minimaal 2 minuten. Ik kan het alleen nu niet zien op hoeveel we staan. Jij wel? Nee, ik ook niet. Nee, want volgens mij de vorige keer dat ik het ging uitproberen had ik een timer in beeld. Maar dat heb ik nu niet. Hier moet je doorheen. Oeh, dat ging net goed. Ja, alle bots zijn al dood, Kjeld. Oh. Dus we zijn met z'n tweetjes nog over. En vanaf 1 minuut 40 wordt het geloof ik redelijke chaos. Dan komen ook echt de Legendary Block Dash formaties voorbij. Nu is het allemaal nog wel te doen. Oeh, ik ben dood. Ja, en Kjeld heeft geen tont. Dat maakt het extra moeilijk voor hem. Ik heb 1 tont in de open beta. Die groene knipperde net, dus die komt volgens mij ook in het spel. Oeh, dat ging net goed. Ah, oh, Kjeld, die no. Spring! Oh. Dat ging precies goed. Je vloog bij mij in beeld. Oh, echt? Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Oh. Hoppakee. Oh ja, hier. Ik denk dat we nu rond de 1 minuut 40 zitten, want hier komen de eerste echte Legendary Block Dash formaties voorbij. Hier is een blauwe, daar moet je onderdoor. En niet... Ah! Oeh, ik ging per ongeluk tegen een dynamietboxje aan. Nee! No, wat is gebeurd? Wat is er gebeurd? Ben je dood? Ja, ik ging precies in die poepgroene laser. Nee! Ja, geen probleem. Ik ging namelijk ook dood. Oh. Ik ging ook dood. Zouden we het gehaald hebben, de 2 minuten, Kjeld? Ik denk het wel. Ja, we weten het achteraf eigenlijk pas. Ronde 2, Laser Dash Legendary. We weten eigenlijk niet zeker of we net de 2 minuten hebben gehaald. Ik denk dat we wel in de buurt zaten, Kjeld. Ja, maar het is raar, want wij hebben dat timertje niet. Nee, we hebben de timer niet. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen en dan zien we het achteraf wel. De bots zijn nu al bijna allemaal dood, hè? Ja, alleen deze. Hoe heet deze? Safromino. Kunnen we hem beschermen? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Oh, daar ging hij. Of was jij dat? Nee, dat was die bot. Oh, jij bent er nog. Ik kan wel in de timer van mijn opname zien hoe lang we ongeveer bezig zijn. We zijn nu 50 seconden bezig. Ongeveer. Oh nee. Ik weet niet of het exact klopt. Dus we hebben nog wel een stukje te gaan voor de 2 minuten. Ja, maar ik weet niet zeker. Maar volgens mij gaat dus rond de 1 minuut die lasers van de zijkant. Ja, dat zou kunnen. En vanaf 1 minuut 40 komen die hele lastige blokformaties. Ja. We zijn nu ongeveer 1 minuut 10 bezig. Oké. Oh, ik weet niet waar ik heen moet, Kjeld. Ja, dat ging precies goed. Leef je nog? Oh, nee! Wat is gebeurd? Ja, ik
ik moest klutsen, want anders ging ik... Maar toen kwam weer precies een laser. Laserdash Legendary. En wij weten eigenlijk niet wat voor tijd we net in ronde 1 gedaan hebben. Want er staat geen timer meer in beeld. Dat was eerst wel zo, maar die is weg. Maar ik denk dat wij rond de 2 minuten zaten. Wat denk jij, Kjeld? Ja, ik dacht dus 1 minuut 30. 1 minuut 30, ja. Nou, we weten het niet. We zullen het achteraf in de opname terug kunnen zien. En dan zullen we ook wel even een timer laten meelopen in de opname. Ik zie wel dat alle bots al dood zijn inmiddels. Ja, ik probeer nu de tijd van de opname een beetje in de gaten te houden. Volgens mij zijn we nu ongeveer een halve minuut bezig. Ja. Je moet nu naar rechts zometeen, Kjeld. Ja, nu zijn we iets van 40 seconden bezig. En hier komt de groene aan, pas op. En Kjeld heeft geen tont, dat maakt het wel extra lastig. Ik ben Hoewel niet we graag. Door deze spike heen moesten springen. Nu zijn we een minuut bezig. Ja. Ja, dit is lastig. Zo, oké. Okay. Oh nee, Kjeld. Woe! Dat ging precies goed. Springen! Minuut en... Groene. Oh nee, Kjeld! Je body blokt me! Oh. Oeh, dit is echt intens! Oh nee, ik ga eerst... Nee, spring! Oh! We hadden... Hij ging in een duikformatie. Nou, laatste ronde. Laser is legendary. Het gaat tot nu toe nog niet zo heel erg goed. Wat jij, Kjeld? Ik heb het idee dat we dit wel beter moeten kunnen. Ja, maar die lag maakt echt gewoon zoveel lastiger voor mij. Ik ga hier met een smiley face zitten. Ja, ik heb geen lag, maar jij hebt heel erg last van lag. Ja, ik weet ook niet hoe dat kan. We zitten toch echt op hetzelfde wifi-netwerk. Ja. Misschien ligt het aan het level, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Heb jij de tijd van de opname in de gaten gehouden? Ik weet eigenlijk niet hoe lang we bezig zijn nu. Misschien nu iets van 20 seconden of zo? Ja, ik denk een half minuut of zo. Ja, nu 30, denk ik. Ja, ik houd wel even de gaten. Naar rechts. En pas op voor die groene hier. Oh nee, spikes. Ja. Oké, nu zijn we... Zag je dat? Ja. 50 minuten... Hij was aan het tonten, maar hij was wel aan het bewegen. Ja. Oeh. Raar. 1 minuut bezig. Ja, een minuutje ongeveer zijn we bezig. Leef je nog? Ja. Over die groene. Door de spikes. Nu een minuut en 20 secondjes. Oh, dit vind ik moeilijk, Kjeld. Dit vind ik moeilijk. Oh. Ja, dit kan ik niet. Oh, shit. En zonde, dit was geen 2 minuten. Dit was het dan voor Laserdash Legendary in de open beta. Best wel een uitdagend level. Wat vond jij ervan, Kjeld? Ik vond het wel een leuk level, maar het was wel ook echt heel lastig. We weten dus niet precies wat onze beste tijd was, maar die zullen we hieronder even in beeld zetten. Als je het een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren. En dan zien we je graag een volgende keer. Bye!